Welkom bij Joe Medemblik, de podcast. De podcast waar de verhalen van Joe Medemblik Magazine tot leven komen. Elke aflevering nemen we je mee op een leuke ontdekkingsreis en gaan we in gesprek met de mensen die ons magazine maken tot wat het is. En vandaag gaan we in gesprek met het Bondtheater dat dit jaar liefst 30 jaar bestaat. Mijn naam is Peter Commandeur, welkom bij Joe Medemblik, de podcast. Ja, tegenover mij zit Marjan Doornbos en naast haar Peter Vrijsen. En Marjan, jij bent een beetje van het eerste uur, nee, niet helemaal van het eerste uur van Bondtheater. Nee, niet helemaal. Als het 30 jaar bestaan, ik ben er 22 jaar bij. Oké, okay. Vertel eerst maar eens eventjes, wie is Marjan Doornbos? Waar komt ze vandaan? Wat doet ze allemaal in het leven? Ja, dat willen mensen weten, heel gek. Ja. Nou, ik kom uit Zaanstreek. Ik ben geboren in Krommenie. Okay. En ik woon sinds 1982 in Medemblik. En ja, ik voel me wel een Medemblikker, maar tegen de echte Medemblikkers kan je dat nooit zeggen. Want je bent waar je woont. Ja, zo is dat. Vind ik wel. Ja. En nou, ik zit dus sinds 22 jaar bij het Bondtheater. Ooit erbij gehaald door Annemiek Mantjes, die was dus heel actief en ik vind theater erg leuk. Dus ik zeg, nou, dat wil ik ook wel doen. Dat is wel gaaf. Ja. Ik kwam al vaak bij voorstellingen, dus dat, ja. Naast jou zit Peter Vrijsen. Peter, die ken ik al bijna mijn hele leven, denk ik. Ik denk het ook, ja. We hebben veel meegemaakt, samen op de kleuterschool gezeten. Ja. Maar Peter, vertel eens, wie ben jij? Wat doe je? Waar kom je? Ja, wat heb je gedaan in het leven in die tussentijd? Ja, ik ben wel een echte Medemblikker. Ik ben hier ook geboren. Een hele tijd terug alweer. En ja, ik ben nu sinds 1 januari met een voortijdig pensioen. Daarvoor 44 jaar voor de overheid gewerkt. Kijk. Ja. En ik ben getrouwd. 3 kinderen. En we kennen elkaar inderdaad heel lang. Dat gaat terug naar de middelbare school zeker. Lagere school misschien wel. Nee. Samen muziek gemaakt. Hè? Kleuterschool. Ja. Kleuterschool. Nou, ik ben in 2016 bij het Bondtheater gekomen. Eerste instantie als penningmeester en vanaf 2019 als voorzitter. En ik doe samen met Marjan de programmering. Dat is heel interessant. Maar jullie zijn niet alleen, want we hebben een heel team, denk ik. Hè, die samenwerkt aan dat mooie theater van jullie. Want laten we eerst eventjes kijken hoor. Misschien is het goed om even helemaal te kijken van wanneer zijn we gestart en hoe is dat tot stand gekomen. Ik zie hier ergens staan 1994. Zo, ja, dat is 30 jaar terug. Ja. Ja. En toen is het opgericht. Ja, toen is het een stichting geworden. Oh, toen is het een stichting geworden. Ja, toen, de statuten die zijn ook van die datum. En daarvoor was er culturele commissie. En daar was al een groep mee bezig. En die hebben dus de stichting het Bondtheater opgericht. Ja, nice. Hey, en Annemiek Mantjes is daar een van de aanstichters van? Ja, die zat al in de culturele commissie en... Die, dus later, nou ja, die was de voorzitter van het Bondtheater. Maar die is nu die doet niet meer mee? Nee, die zei na zoveel jaren mag een ander het wel eens een keertje gaan doen. Hoe lang heeft ze erbij gezeten? Nou, misschien kan ze dat beter zelf vertellen. Ja, ze heeft in ieder geval de oprichting van de stichting meegemaakt. Maar daarvoor zat ze ook al bij de culturele commissie. Ik denk dat het tijd wordt dat we eventjes met Annemiek contact op gaan nemen. Ik denk dat we het even gaan bellen zo. Want ja, weet je, zij weet het uiteindelijk, denk ik, zelf het beste. Hoewel, ze zei dat ze niet zo erg was met getallen, maar goed. We gaan even kijken of ik er te pakken kan krijgen. Ja, hij gaat over, dus ik ben heel benieuwd. Annemiek. Annemiek. Wat ben je snel, Annemiek? Ja, het is geweldig. Hoe helemaal niet gewend van jou. Wie hebben we aan de telefoon? Want dat moet misschien even toegelicht worden. Ik ben Annemiek Mantjes en ik woon in Medemblik. Je woont in Medemblik. Maar waar kom je vandaan, ja. Annemiek? Ben je ook echt een Medemblikse? Nee, ik ben hartstikke import. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Den Haag? Ja. En op een regenachtige zondag hier verzeild geraakt een keer ooit.
met de auto. En toen stond er een bordje waar ik nu woon op een landje van meneer Glim. En daar stond op: hier worden gebouwd herenhuizen. En twee dagen later hebben we dit toen gekocht. Ik woon er nog steeds. En hoe lang woon je in Medemblikken inmiddels? Sinds 76. Ja. Nou, we waren net tot de conclusie gekomen dat eigenlijk je bent waar je woont. Want Peter zegt, ik ben een Medemblikker, ik ben hier geboren en getogen. En Marianne zegt, ja, ik ben in de Zaanstad geboren. Maar ik denk altijd, jullie hebben zoveel betekend voor Medemblikken, dat jullie mogen, wat mij betreft, ook, ik ben ook echt een Medemblikker, ook echt een Medemblikker noemen, hoor. Poei. Dat vind ik fijn. Ja, het heeft heel lang geduurd. Cor Brakenboer vroeg na 6 jaar nog steeds aan ons van, op vakantie? En dan zeiden wij, nee, we wonen hier om de hoek. Oh, hoe zijn die dan? Woon je hier in Medemblikken? Ja. En dan kwam je 2 weken later weer. En dan dat ging gewoon zo door. Dat heeft zeker 6-7 jaar geduurd. Dus. Maar ik vind het fijn als jij zegt van dat ik me vanaf nu een Medemblikker mag noemen. Nou, dat moet. Want ik voel me hier hartstikke thuis. En ik wil hier nooit meer weg. Nou ja, maar dat is heel mooi. En dat vind ik ook heel fijn om te horen. En nogmaals, soms zijn de mensen van buitenaf, zeg maar. Dat zie ik ook bijvoorbeeld bij zo'n Bert de Jong. Die ontzettend veel doet voor de gemeenschap. Zeker. En dan denk ik, jullie hebben tenslotte voor gekozen om hier te wonen. Dus dat is ook nog eens een keertje bijzonder. En wij zijn hier gewoon geboren. We weten niet beter. Dus hoe dan ook. Annemiek, dat Bontheater. Waarom hebben jullie dat opgericht? Nou, ik ben niet een van de allereerste natuurlijk. Hè. Oh. Er is ooit een clubje en die heeft de culturele commissie Bonifatiuskerk opgericht. Mm-hmm. Dat bestond dus al. En daar ging iemand uit. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wie. Anke Godmar was toen voorzitter van het clubje. En ik werd toen gevraagd of ik daarbij wilde komen. Nou, dat wou ik wel. Ja. Want ik ben gek op theater en ik ben gek op muziek en alles wat daaromheen hangt. Ja, nou dat. Ik stapte gewoon in een culturele commissie. Ja, hey, maar uiteindelijk is het daar want dat speelde dan eigenlijk allemaal een beetje in of om die Bonifatiuskerk, denk ik, hè? Zeker, ja. En op een gegeven moment is er toch een soort van stichting ontstaan of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat had een hele nare financiële materialistische reden. Want wij konden van de, volgens mij was het toen nog Fortis Bank of zo. Die zaten in de Nieuwstraat. Ik weet niet wat het line, die veranderde ook iedere 2 jaar van naam of zo. Maar in ieder geval was Tom Bakker zat toen bij ons, die werkte daar. En die was toen gaan praten met zijn directie. En wij mochten toen, of konden toen, een behoorlijk bedrag aan geld krijgen van die bank om het culturele in Medemblikken te ondersteunen. Want die vonden we leuk als wij het deden. Maar toen moesten we een rechtspersoon zijn. En dat ben je niet als culturele commissie. Nee, snap ik. En toen werden wij Stichting Bontheater. Juist. En Bonn is natuurlijk, denk ik, Bonn is heel goed natuurlijk. Dat is het, ja, Frans, hartstikke goed. Frans voor goed. En Bonn is kort voor Bonifatius, denk ik zomaar. Is dat klopt? Ja, nou, het kan op 2 manieren worden uitgelegd. Zowel Bonn als van goed, als Bonn van Bonifatius. Juist. Wij gingen voor het eerste. Goed. Gewoon hartstikke goed. Hey, en Marjan en Pee zitten hier ademloos en sprakeloos ook bijna mee te luisteren. Heb jij Marjan gevraagd aan de Miek? Ik denk het wel. Ja, zou wel eens kunnen, ja. Ja. Ja, want wij kennen elkaar al 38 jaar of zo. Onze dochters waren vriendinnetjes, dus dat en we wonen in dezelfde straat. Die zijn 40, dus ja. Reken maar uit. Ja. 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 Nou, je hebt mij niet gevraagd, Annemiek, dat weet ik nog wel. Ik wou ook niet met jou trouwen, Peter. Nee. Ik weet dat ik Ed Sluiters tegenkwam bij toen nog Deen. En die had een beetje gehoord in de wandelgangen dat ik wel interesse had om eens te komen kijken. Dus ze zegt, nou kom zaterdag even. Ze waren de partizanen, ik weet het nog precies. En toen kwam ik daar en toen zei jij al bij, toen ik binnenkwam, je had interesse in een eventueel een vrijwilligersfunctie, hè? Ga maar naar binnen, je hoeft niet te betalen.
Nou, toen was ik al omgekocht natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, maar daar waren we heel goed in. Ja, toen de voorstelling afgelopen was, duurde het 5 minuten of ik was penningmeester. Ja, leuk hè, ja, was het. Nou, ik heb er geen spijt van hoor. En je had niet eens bloemen gekregen, want daarvoor was het altijd zo, als iemand dan een paar keer kwam, gewoon meelopen als vrijwilliger, dan als je dan jarig was en je kreeg bloemen en die stuurde je niet terug, dan hoorde je er gewoon bij. Ja, ja, zo was het. Dan krijg ik die nog. Ja, volgens mij krijg je ieder jaar bloemen als je jarig bent. Oh, dat is ook zo. Ja, daar zorgt Elna toch voor? Ja, zeker. Dat is goed geregeld bij ons. Ja, daarom. Ja. Kijk, nee, dit is een goede, actieve vrijwilligersclub die elkaar ook eert bij tijd en wijle. En dat is ook belangrijk. Ja, en dat is altijd zo geweest. Want zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben erin gezeten in het Bontheater. Vergeet niet Robert Klaassen, die gewoon de techniek heeft opgebouwd aan alle kanten. Harma, zijn vrouw was heel enthousiast. Gray Sluiters deed de financiën en haalde Ed weer naar binnen. Ja, zo zijn er allemaal mensen gewoon lid geweest en geworden. En het enige wat iedereen altijd zei, van als je erbij komt, dan moet je er ook zijn. We deden alles met vrijwilligers en niks, geen professionals. Dus dan moet je er gewoon zijn, punt. Ja. Nou, maar dat is ook zo, kijk, je bent vrijwilliger, maar niet vrijblijvend. Dat geldt eigenlijk voor alle vrijwilligersfuncties, klopt, denk ik. Klopt. Er wordt gewoon op je gerekend. Mooi. En wij rekenen heel erg op iedereen. Nou ja, dat moest je gewoon. Dat moet dat inderdaad. En jullie hebben ontzettend veel leuke voorstellingen gedaan. Ik kan me nog herinneren wat Joep van het Hek zelfs langs is geweest. Ja. Nou ja. Daar ben ik 4 jaar mee bezig geweest, hè? Ja. Ja, ik ook, maar het is mij niet gelukt. Nou ja, wie weet. Nee, Joep zal het niet meer doen. Je bent nu een beetje laat, Peter. Ja, nee, nou, ja, hij deed zijn laatste rondje nog natuurlijk. Langs theaters waar hij ooit opgetreden had. Ja. Dus ik was er gelijk, de eerste dag was ik erbij en toen was hij al vol. Dus hij kwam niet bij ons. Dus we hadden nog een kans gehad om hem afgelopen seizoen te programmeren. Ja. Nou ja, hij is in ieder geval ooit geweest. Juist. En Peter haalt nu weer allerlei andere fantastische dingen. Want ik weet niet of je het... Peter Vrijs, de bedoeling dus, hè? Want ik weet niet of jij, Peter Commandeur, al naar het programma voor volgend seizoen hebt gekeken. Maar dat ziet er gelikt uit, man. Ja, ik... Maar daar heb ik helemaal niks mee te maken gehad, hè? Dat doen ze allemaal zelf zonder mij. Nee, daarom het is toch mooi dat het ook doorgaat, Annemiek. En ik heb er natuurlijk wel enige bemoeienis mee gehad, want... Ten slotte heb ik het boekje in elkaar gesleuteld. Dus ik weet precies... Ja, maar dat doe je altijd heel goed. Ik weet precies wat er allemaal komt. Nou, en we hebben Annemiek natuurlijk ook een soort erelid gebombardeerd. Oh. Want ze mag elke voorstelling gewoon komen bekijken. Zonder een kaartje te kopen. No. Maar ik help ze dan wel met het opruimen van de stoelen. Ja, dat is waar. Het is je meer dan gegund, Annemiek. Het is je meer dan gegund. Ja hoor. Nou, dankjewel Annemiek. Ja. En we spreken elkaar gauw weer. Dankjewel. Ja, ik hoor graag de podcast als die klaar is. Komt helemaal goed. Oké, succes. Hey, dag hoor. Doei. Goed, nou Annemiek. Goh, ja, ik vind wel hoor dat je bent waar je woont. Ja, Annemiek is wel een van degenen die het Bontheater grote heeft gemaakt. Voor zover je van groot kan spreken. Relatief groot. Maar ik vind ook wel, zoals wat zij zelf ook al zei, dat Robert Klaassen met al die techniek, dat heeft hij toch allemaal opgebouwd. Eerst in de kerk, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het is niet niks hoor, die belichting en het geluid en zo. En dan later, toen we verhuisd zijn naar de Muiter, toen heb je dat ook allemaal weer voor elkaar gekregen. Dat is de beste klus. Ja, zeker weten. Maar mensen denken soms wel eens wat simpel over dit soort vrijwilligerswerk. Want het neemt vaak heel veel tijd in beslag. En, het is ook leuk om te doen. Daar gaat het niet om. Maar je moet wel elke keer. Het is ook een verplichting. Je gaat iets aan en je zegt A, dan zeg je ook B. En dat eigenlijk alles wat erachteraan komt. Maar dat is niet erg als je een hele leuke ploeg hebt. Nee, daarom. Nee. En dat heb ik ook wel gezien hoor, door de jaren heen natuurlijk. Dat het altijd voor elkaar is. En er zijn natuurlijk heel veel leuke artiesten geweest. Ja. Je komt ook in contact met die mensen. Ja, want wij zijn er om 1 uur al. En dan komt de techniek meestal ook rond die tijd of wat later. En dan tegen 5 uur komen de artiesten. Maar ja, daar heb je gewoon hartstikke leuk contact mee. Dat is wel leuk. Nee, dat klopt. Ja, maar juist omdat die ploeg zo compact en goed bezig is, kunnen we het ook klein houden.
Wij zeggen, mensen vragen wel eens van hoeveel vrijwilligers hebben jullie wel niet? Ja, dan zeg ik een stuk of 8. Ja. En dan kijken ze me verbaasd aan, want dan denken ze van hoe kan dat dan? Maar we hebben het zo geordend, iedereen weet precies wat hij moet doen. En als het zo uitkomt, dan helpen we elkaar. En bijna iedereen is er altijd. En dan red je dat gewoon. Het is een geoliede machine. Zeker. Mooi hoor. Ja, maar ik ben er ook super trots op. Ik zweer het je. Ik bedoel, ik ben zo blij dat er zulke dingen zijn, dat culturele toch leeft ook in Medemblik. Want ja, ik kijk wel eens naar de prognoses in de toekomst. Ja, dat weet ik allemaal niet hoor. Dat gaat allemaal niet de goede kant op. Cultuur is vaak, en vooral ook in zo'n klein stadje als Medemblik, toch een ongeschoven kindje, ben ik bang voor. Maar goed, dit is er en dit bestaat. En het gaat heel goed. Ja, als je al 30 jaar dit kan doen, dan denk ik dat het succes wel bewezen is. Dat wel bewezen is. Ja, dat zie je ook van de artiesten die er nu staan. Hè? Zoals César Zuiderwijk en Tim Knol, wat muziek betreft. En dan de cabaretvoorstellingen die er allemaal zijn. Je moet het toch elke keer voor elkaar krijgen. En dat is vaak wel een gepuzzel. En ook af en toe een beetje zeuren bij de impresariaten. Maar daar is Peter heel goed in. Ja, soms wel. Meestal wel, ja. Hoe werkt dat? Bel je ze op en dan zeg je... stel je stuurt eerst een appje misschien of een mailtje of order. Hoe gaat dat ongeveer? Het programmeren begint zo'n beetje in september al. Voor het seizoen daarna. Dus dan ben je al een jaar van tevoren gaan we in de slag. Ja. En al die artiesten zijn aangesloten bij impresariaten. Dat doen ze, dat is makkelijk voor hun. Dus wij moeten contact zoeken met die impresariaten. En dat is, zij sturen hun nieuwe programma aan ons toe. En dan gaan we kijken of er wat bij zit voor ons. Het is altijd een hele puzzel, want ja, kijk, niet alle artiesten willen in een wat kleinere zaal, wat wij zijn. Ja. Hoeveel mensen passen er in het Bondtheater? Ja, we zitten nu op max 225. We hebben iets ingeleverd met de nieuwe zaal. Toen er een tribune is gekomen. 225 en dan horen eigenlijk net niet bij de middengrote zalen. Daar hangen we een beetje tegenaan. Dus soms willen artiesten ook nog wel bij ons komen die eigenlijk in de middelgrote zaal willen. Maar dat is altijd een hele puzzel. Dan gaan we al die boekjes door en dan gaan we een lijstje maken en dan ga ik bellen. Ja. En dan ga ik kijken of ze op bepaalde data kunnen en of ze bij ons willen. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je hebt een bepaald budget. Hoe werkt dat ongeveer? Ik bedoel, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het is zo dat alle artiesten hebben een garantiesom, noemen ze dat, ja, waar ze voor willen komen. Dat is ook het minimumbedrag wat ze willen vangen. Ja. En na een voorstelling moet ik opgave doen van het aantal van onze inkomsten, netto inkomsten. En als we dan boven die garantiesom zitten, dan gaat het naar 80-20. 80% okay. Voor de artiest, 20% voor ons. Ja. Nou, dat is altijd een hele uitdaging natuurlijk. Maar dat gaat steeds beter, want ja, je had het net over cultuur. Ja, cultuur heeft het moeilijk en krijgt het ook wat moeilijker onder het nieuwe kabinet, denk ik. Alleen, wij hebben toch wel een zuigende werking voor buiten Medemblik ook. En daardoor zien we best een hele stijgende lijn in onze bezoekersaantallen. Ik heb vanmiddag nog even gekeken in dat lijstje wat ik onlangs... wat onze penningmeester onlangs gemaakt heeft. En dan zie je dat we eigenlijk 10 jaar terug op gemiddeld 100 mensen zaten per voorstelling. En vorig jaar op 175. Kijk. Gemiddeld. Dat is best wel goed. Eigenlijk heel goed. We hebben vorig jaar ook een topjaar gedraaid. Geeft je ook meer veel volume. Waardoor kan je ook weer misschien wat betere artiesten binnenhalen. Ja, ze zullen niet altijd willen natuurlijk. Maar nou, als je natuurlijk financieel bekijkt, je moet die garanties ombetalen. En als er daarboven zit, krijg je maar 20% van de kaartverkoop. Hè. Dus het is niet echt een vetpot. En er moet de huur nog betaald worden van de theaterzaal. Ja. Want we hebben geen eigen zaal. En dan hang je ook wel een beetje van sponsors en subsidies bij elkaar. Want anders dan red je het ook niet. Nee, het is niet zo dat je er dik aan verdient. Nee. En de horeca is ook niet van ons. Dat was in de kerk natuurlijk wel zo. Daar kon je dan ook wat geld aan verdienen. Maar dat is allemaal van de gemeente nu. Ja, je hebt gezegd over de huur. We hebben natuurlijk ook kosten aan onze spullen. Ja. Aan onze belichting. Het geluid is allemaal van onszelf. Maar moet ook onderhouden worden. En we hebben soms ook nog wel eens techniek extra nodig. We hebben een technicus. Daar zijn we ontzettend blij mee. De Steven van Breukelen. En, maar soms wil hij wel iemand extra erbij hebben. Soms kan hij ook niet. Dan moeten we techniek inhuren. Dus dat kost ook allemaal geld. Ja. Dus ja, we hebben echt de subsidie en de sponsors nodig om min of meer dekkend te draaien. Ja.
Maar ja, we zijn een stichting, dus we hoeven geen winst te maken. Dus. Nee. Dat is helder. Het enige wat je moet zorgen, dat er genoeg geld is om een lekker hapje te kunnen eten. Eens in het... Nou, dat is wel. In het... Ja. Nee, maar dat, nee hoor, dat staat buiten kijf. Ja. Kijk, je doet het met elkaar. En laten we wel wezen, alles kost geld. Alles kost geld. Ja, daar word je wel eens, beroerd van, maar ja. Ja, we hebben natuurlijk ook, die tarieven zijn bij ons wel heel laagdrempelig. Hè? Want je al je andere theaters hoort en zeggen ze, hoe doen jullie dat? Ja. Als je natuurlijk voor €15 een theaterbezoek kan doen, dan weet je overal, €20-30 voor betaald. Ja. Dan is dat wel mooi. Ja, en zeker. We hebben het nu iets verhoogd omdat we nu de consumptie erbij hebben. Dat is wel fijn. Dus dan heb je geen wachtrijen bij de bar meer, hopen we. Dus dat doen ook de meeste theaters, hè? Gewoon consumptie inclusief. Ja. Ja, en niet alle artiesten accepteren trouwens die €15, hoor. Dan moeten we wel eens omhoog soms. Dus zegt het impresariaat zegt, nee, u moet minimaal €25 vragen of 20. Ja. Ja, dat is dan zo. Maar het zijn meestal wat betere artiesten, zal ik maar zeggen. Ja. Zoals Guido Weijers afgelopen jaar. Ja, dan zeggen ze gewoon van, het moet minimaal €25 zijn. Want anders zijn jullie veel te concurrerend voor alle andere theaters. Dus dat, ja. Maar dat, is dan even, dat raakt dan even goed al uitverkocht, dus dat kan makkelijk. Bijzonder vind ik dat, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, het is... Daarentegen, want we hadden het over die garantieprijzen. We hebben één grote uitzondering gehad. Toen ik twee seizoenen terug kwam Freek de Jonge. Ja. En Freek de Jonge zei gewoon van, ik heb geen garantieprijs. Ik kijk wel wat er komt. En daar 80% van. Nou, dat is ideaal voor elk theater. Maar ja, Freek weet ook, ik raak uitverkocht. Ja. Zeker in... Oké, je hoeft niet heel veel kaarten te verkopen in Medemblik om uitverkocht te raken uiteindelijk. Maar goed, ik heb natuurlijk enige ervaring met het, samen met de Comedy Club om Get Up Stand Up, om ook artiesten binnen te halen. En dat doen we natuurlijk ook één keer per jaar, dus, of eigenlijk een paar keer per jaar, maar dat stelt niet zoveel voor. Maar we hebben toen ook Dolph Jansen binnengehaald. Ja. Ja, dat was ook fantastisch. Ja. En ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar het was ook een heel bijzondere constructie. Maar dat zijn mensen die toch... het zo leuk vinden dat zoiets wordt georganiseerd, ook in zo'n kleine gemeenschap, dat ze ook gewoon eigenlijk al uit sympathie toch overwegen om dat dan te doen. Want ja, voor het geld, nou ja, veel zullen het misschien al niet eens meer voor het geld hoeven te doen. Ja, ze vinden het gewoon leuk. Ja, en het is natuurlijk ook hoe gastvrij je bent. We hebben dan, het is in een sporthal, dus je hebt gewoon een kleedkamer. Dat gebruik je ook als kleedkamer. We kleden hem heel erg leuk aan met een tafeltje en een kleedje en een lampje en weet ik het allemaal. En, ja. Dus dan dat vinden ze toch erg leuk allemaal. Is toch een warm bad als ze hier aankomen. Ja. Ja, dat is ook zo. En ik denk ook dat je daar extra dankbaar voor bent. Dat ze sowieso komen naar ons mooie Medemblik. Goed, Annemiek had het er al over. Het is een ijzersterk programma weer dit jaar. Komend jaar, moet ik zeggen. Ja, ja er zijn een aantal voorstellingen die heel goed al lopen, die bijna uitverkocht zijn. Kijk. Ja, dat verschilt natuurlijk wel per artiest. Maar, sowieso... Wat zijn de hardlopers dit jaar? Cesar Zuiderwijk, die gaat als een speer. Ja, die is bijna vol. Niet schieten. Ja. Dat is wel grappig, hè? Want dat, die staan ook op de cover van het programmaboek. Ja, precies. En die waren dus 30 jaar geleden, het eerste seizoen van het Bondtheater, waren ze in ons theater. En nu hebben ze hun laatste seizoen draaien, want ze gaan ermee stoppen. En dus 30 jaar later staan ze dus weer bij ons in het Bondtheater. Dus dat is wel heel erg grappig. Oh ja, dat is ook zo. Ja. Leuk. Ja. Leuk. Ja, weet je wat ook grappig is? Is dat wij hebben Ivy staan in het programma. Dat zeg je waarschijnlijk niks. Maar twee seizoenen terug hadden wij een act die heette De Meisjes met de Wijsjes. Niemand kende dat. Maar het zag er goed uit. Ze hadden wel een leuke foto. En de zaal zat helemaal vol. Want iedereen had zoiets van, nou, dat lijkt me wel leuk. Ja. En dat was zo'n succes. En ze hebben nu hun naam veranderd in Ivy. En nu gaat het waarschijnlijk ook wel weer uitverkopen. Ja. Omdat ze zijn echt populair in Medemblik en omstreken. Hoe is het mogelijk? Ja. Leuk. Hey, en het is natuurlijk allemaal begonnen in, in de Bonifaciuskerk. Ja. Maar jullie zijn ooit verhuisd naar een andere locatie. Ja. En dat is nu in de Muiter. Ja. Waarom? Ja. Nou, de Muiter had best wel wat voordelen. Want de Bonifatiuskerk kon natuurlijk flink koud zijn. En het geluid, dat was toch altijd wel een dingetje. Sommige mensen vonden het erg leuk, maar het galmt verschrikkelijk. Dus je moet wel goede technici hebben om dat geluid goed te krijgen.
En ja, we hadden daar ook allemaal gordijnen opgehangen om het geluid te dempen en de kou een beetje tegen te houden. Maar ja, de zaal was groter in de Muiter. En ja, het was gewoon aangenaam warm en goed te regelen. Dus, en een mooie foyer erbij. Dus dat, ja. Ja. Dus dat was eigenlijk de reden. Ja, oké. Okay. Nou ja, daar zitten jullie ook alweer heel lang. Heel lang. Sinds 2008. Ja. Maar we hebben ondertussen wel een grote verbouwing gehad in 2020, 2021, ja. De coronaperiode. Ja, want toen stopten heel veel dingen, denk ik. Veel nou, die verbouwing die stond al in de planning. Ja, maar dat zou in oktober, november zijn. Dus we zaten al een beetje ongerust. Zo van, oh, dan hebben we voorstellingen. We hopen maar dat het af is. Maar toen kwam corona en toen was het helemaal geen item meer. Maar we mochten toch niet meer open. Maar ze konden wel die verbouwing doen. En toen kregen we een hele mooie tribune in de zaal. Ja. En die foyer die werd naar de andere kant verplaatst. Dus die werd veel gezelliger. Ja. Ja, dus dat was ook wel erg leuk. Die zaal is bijna helemaal gestript. Hè? Er is een nieuwe vloer ingekomen. Het podium is verhoogd. De wanden. Het is echt, alles is bijna vervangen. Dus het is echt een hele mooie zaal geworden. Ja. Ja, het was inderdaad een beetje sneu dat we in 2021 moesten starten met 1,5 meter tussen alle stoelen in. Dat was toen, met de coronatijd. Ja, in 2019 is dat in die plannen een beetje opgekomen, denk ik. 2020, 2021 is die grote verbouwing geweest. Eigenlijk een beetje op initiatief van de school, want die hadden meer ruimte nodig. En toen hebben we in overleg ook, moet ik zeggen, goed met ons, heeft de gemeente die hele theaterzaal aangepakt. Er is een nieuwe vloer ingekomen, het podium is verhoogd, het plafonds, de wanden. En het allerbelangrijkste voor ons was inderdaad een tribune achterin de zaal. En, zodat de mensen die achterin zitten ook goed beeld hebben. Ja, ja want dus, het was wel nekken strekken als je echt de achterste rijen had. Ja, en op die manier is toen ook de capaciteit iets verhoogd nog? Juist ietsje minder geworden vanwege die tribune. Maar het gaat om tiental sturen of 15 zo. Ja, zoiets. Ja. Maar het is wel zo dat die tribune is nu. En iedereen die heeft wel in de gaten dat je dan heel mooi zicht hebt. Dus tegenwoordig krijgen we allerlei aanvragen van mensen die een abonnement hebben of kaarten bestellen. Van ik wil graag op de tribune zitten. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Je zit als een vorst. Ja, ja. Ja, het zit je. Zit goed. Ik heb er laatst ook even gezeten. Ja. Met Arie Cohen was dat. Oh ja. Ja. Hey, waar, over artiesten gesproken, want ik zie... Wie zijn er ook allemaal een beetje geweest? Weet u dat nou? Even een korte bloemlezing van de mensen. Want ik zie hier een paar namen staan. Jochem Meijer. Ik zou eens bijna zeggen wie niet. Wie niet? Ja. Wie is er niet geweest? Eigenlijk zijn alle grote artiesten wel of begonnen bij ons of later gekomen bij ons. Ja. Dus ja, noem het hele rijtje maar op. Inderdaad van Jochem Meijer tot Joep van het Hek, Freek de Jonge. En Purper, hè, dat Purper. Met... Maarten van Roosendaal. Ja. Ja. Ja, die heb een aantal keer Joost Brink was dat met de Purper zeker? Of was dat niet? Of was dat een andere... Nee, dat was een andere groep. Maar die hoe heette dat ook weer van Joost Brink? Had ook een naam, toch? Ja. Maar die was gewoon solo bij ons. Die was niet met zijn groep. Ja, wat we eigenlijk de laatste jaren steeds meer doen, is meer muzikale acts erin brengen. Want dat blijkt erg aan te slaan. Oké. Ja. Dus we hebben eigenlijk in het programma toch wel 5, 6 muzikale acts zitten. En dat verwachten we dan ook wel weer veel van. En, ja, als we kijken naar de afgelopen jaren, dan zie je daar vaak uitverkochte zalen. Leuk. En het grote voordeel bij ons van de muziek is, wat ik wil zeggen, is dat geluid inderdaad ontzettend goed is. Ja. Daar verbaas steeds weer over. En ik heb wel dingen gehad met technicus die zeiden van, kan dat wel met dit geluid? Nou ja, dan was de voorstelling afgelopen. En dan zei ik, het was wel goed, hè, het geluid. Ja. Het spettert eraf, het geluid van het podium. Mooi. Ja. Komend seizoen zie ik, hebben jullie ook nog een beetje actiedingetjes? Want vanwege 30-jarig bestaan, denk ik. Ja, we hebben de abonnementen. Die hebben we altijd, als je minstens 5 voorstellingen boekt, dan krijg je 10% korting. Maar deze keer hebben we ook bij 5 voorstellingen dat je dan de 60 gratis krijgt. Dus, okay. Zo. Ja, dat is een leuke actie. Ja. Ja. Is dat dan 20% bijna? Of hoe zie ik dat? We doen wel de goedkoopste af. Ja, dat is natuurlijk altijd zo, hè. Maar dat is dan 17,50. Als je stel je voor dat je bent met z'n vieren of zo, dan krijg je dus 4 keer 17,50. Plus die 10% nog, hè. Tikt aan. Nee, dat hebben we altijd al, die 10%. Oh. Ja. Oh. Dus het is heel leuk om... Jeetje. Even kijken, hoe lang willen jullie hier nog mee doorgaan eigenlijk? Met het Bontheater? Ja. Nou,
zolang het allemaal goed gaat, blijven we lekker doorgaan. En er zal gerust nog wel eens weer een wisseling komen van vrijwilligers. Maar, ja. Dat kan natuurlijk niet anders. Op een gegeven moment moet je ook weer doorgeven, inderdaad, net als wat Annemiek heeft gedaan. Ja. Ja, voorlopig was ik niet zo plan om te stoppen. Nee. Ik krijg er heel veel energie van. Ik vind het ontzettend leuk. En dat geldt trouwens voor alle vrijwilligers, denk ik. Dat ze het erg leuk vinden. Ja, ja, want jij bent van een bepaalde... Mag ik weten hoe oud je bent? Ik ben 67. Zo? Dat zou je ook niet zeggen. Ik weet hoe oud jij bent. We zijn even oud. Nee. Maar ja, we hebben natuurlijk... wij hebben ook een geschiedenis met muziek, hè? Dus dat is ook iets bijzonders. Want toen wij jong waren, waren we 18, 19, 20, weet zoiets, ik het in de koers, hebben we in een band gezeten. Ja. Hoe heette die band ook alweer, P? Nou, heette eerst Double Trouble. Ja, toen mocht later Vanity Fair. Ja, het mocht geen Double Trouble heten. Er was er al één. Ja, die hebben onze naam gejat. En toen, maar dat was een Volendamse band. En die zei, wij zijn Volendammers. Wij moeten die naam is van ons. Ja, toen hebben we inderdaad Vanity Fair. Ja. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Geen idee. Dat weet ik ook niet meer. Nee. Verdrongen. We hebben wel een demootje gemaakt. Een demo. Weet je wel? Ja, ik heb hem nog. We moeten hem eigenlijk even draaien. Ja, ik heb hem ook gedigitaliseerd, maar ik probeer mijn AI nog een beetje bij te schaven, maar dat lukt me nog niet. wat we er aan bijschaven, de bas. De bas, zeker de bas. Ja, die kan ik wat harder zetten. P speelde de bas. Ja. Ja, ja. En deze P, die speelde gitaar en een beetje zang, denk ik. Ja. Wat zong ik het? Ja, mijn broer eigenlijk. Ron, die deed de drums. Ja, dat is leuk. Ja, zeker. God, Dori, wat een tijd. Maar goed, we hebben een programmaboekje dat begint mei uitkomt. Kan jij daar wat over vertellen? Wie wil daar wat over vertellen over het Bondtheaterboekje? Ja, vertellen we zelf samen. En in overleg met jou. En jij zorgt voor het drukken. En dan wordt hij rondgebracht. Ja. In een grote, best wel grote aantallen. Ja, zeker. Ik weet niet precies meer, maar weet jij weten, denk ik. Ik denk dat de oplage 8000 stuks is. Dus dat is best aanzienlijk. Die komt in ieder geval in Wervershoof en in Opperdoes. Ja, Wervershoof, Opperdoes. Ja, we hebben op een bepaald moment wel op het punt gestaan om geen boekje meer te doen. Dat is een paar jaar terug. We hebben één keer niet gedaan. Maar dan denk je toch, het heeft toch iets ook voor je uitstraling. Als je een boekje doet, je hebt wat in je handen. Dus we hebben eigenlijk besloten, we gaan gewoon het boekje weer doen. Ja. En dat vinden we eigenlijk wel leuk. Het was, ik weet dat het door corona is er het even... In dat jaar, toen er dus nog wel een programma was, maar toen wisten we nog niet wat voor lockdowns of hoe dat allemaal zou gaan. Toen is er een digitale versie geweest. Alleen. Ja. En het jaar daarna was het zo onduidelijk over wat wordt het nou? Kun je nou wel of geen programma vanwege dat corona gaat doen? En toen hebben ze het inderdaad overgeslagen. Maar sinds alweer deze uitgave, ik weet niet, vorig jaar hebben we hem sowieso gedaan. Het jaar daarvoor niet, 21 niet. Afgelopen 22. Nee, 22, 23, dit is 24 alweer natuurlijk. Hè? Dus dit is wel weer de derde keer dan. Ja, we hebben Guido Weijers op de voorkant gehad vorige. Ja. En we hebben Freek de Jonge de voorkant de Jonge, gehad. Ja. En daarvoor niet, denk ik. Ja. Nou ja, maakt niet uit. Maar goed, het is een leuk boekje. Het is op A5 formaat, het is handzaam. En jullie hebben er nog 1000 vanuit uit kunnen delen. Ja. En, dat doe je alleen tijdens de voorstelling? Maar we leggen ze ook af en toe op plekken neer. Of ik heb altijd een paar mensen die echt buiten mee komen, die sturen ik er nog eentje op. Ja. Maar, Als je het boekje inkijkt, dan kun je zien dat we op 28 september van dit jaar onze eerste voorstelling hebben. Ja. Javier Guzman, bekende cabaretier. Javier, wachten we veel van. Het is na de draverij, dus het moet kunnen. Hè? Ja. We programmeren overigens bewust na de draverij. Ja, want? Ja. Nou, Medeblik is toch met andere dingen bezig dan. We hebben één keer een uitzondering gehad, zo goed als nieuw. Die hebben één keer voor de draverij, een week voor de draverij opgetreden. Maar dat was wel een succes. Ah, ja. En we liepen weinig risico voorhand. Nee, dat klopt. Ja, want die zijn natuurlijk ook jarenlang in het Bondtheater geweest. Hè? En die waren altijd gewoon 2 avonden uitverkocht. Ja. Dat ging altijd als een spier. Ja, ja. Leuk. Ja, er zijn gewoon echt heel leuke. Het was grappig, want we hebben ook Neil Gunjerli. Dat is weer op aanraden van, daar had je het net al over, Bert de Jong. Dat is een leerling van Bert de Jong geweest ooit. Oh? Ja.
Dus, wat grappig. Ja, ja, het is een heel klein wereldje. Ja. Als je dat, want ja, je komt elkaar toch uiteindelijk... Als je maar bereid bent om je kop uit te steken, dan kom je er toch elkaar, ja, elkaar tegen weer. Hè? Dus dat is super. Goed, nou ja, hoe, dus het programma loopt, de verkoop loopt. Ja. Ja, wat kunnen we nog meer vertellen over hoe, nou ja, jullie zeggen van veel, we communiceren veel met de website. Ja, Facebook en Instagram proberen we zoveel mogelijk te doen. En dan hebben we regelmatig een nieuwsbrief. Sowieso altijd 2 weken voordat we een voorstelling hebben, dan sturen we de nieuwsbrief. Maar dan gaan er ook persberichten uit. Dus we proberen wel zoveel mogelijk te communiceren. Dat is dat wel. Als mensen nu willen weten van, want die hebben niet het boekje gehad misschien, die luisteren dit en die zeggen van, nou potverdorie, waar kan ik dat vinden, die informatie? Dan hebben we een website. Ja, ik denk dat het mooiste punt is. Die is heel duidelijk hoor, de website. Er staan alle voorstellingen op en dan kun je via de website kun je ook reserveren. Wat is het adres van de website? Bontheater.nl. Simpel, kan ja, het. Ja, het mag met een streepje, het mag zonder streepjes. Komen allebei goed. Kijk, dat is goed. En dan, nou ja, eigenlijk heb ik wat ik hier heb allemaal staan, heb ik allemaal behandeld. Ja, nou ja. Goed, dan gaan we de vrije vragen nog eventjes doornemen. Ja. Die ik heb. Ja, nou, laat me komen. Kom maar door. ik heb er al eentje gesteld. Wil je nog een kopje koffie? Nee, maar ik... ik weet het. Ja, het is... Ik heb al een paar dingen gezegd, maar dat is dan meer wat ik ervan vind. Dat het gewoon ongelooflijk leuk is dat zoiets in een klein stadje als Medem bestaat. En dat het al zo lang draait op vrijwilligers. Ja. Ja, wat moet ik daar nog meer van zeggen? Dus, ja, we hebben ook nog een periode een filmhuis gehad, maar dat ging toch altijd wel moeizaam. Ja, dat... Wat is daar de reden van, denk je? Nou, dat weet ik niet. Nee, de kinderfilms, dat draaide nog wel. Maar de volwassenen, dat was nooit druk bezocht. Ik weet dat er voorheen is er al eerder in de Scala ooit een filmhuis geweest. En hier het Oorlogsmuseum heeft ook een filmhuis gehad. Maar die is volgens mij ook gestopt. Ja, er waren zeg maar 3 vrijwilligers van het Bontheater die zich daarvoor opwierpen. En daar had ik wel respect voor, moet ik zeggen. Maar ja, dan hadden ze... Dat was een vrijdagavond. En dan waren ze met 3 mensen daar bezig. En dan kwamen er 10 mensen kijken. Ja, op een bepaald moment houdt dat wel op natuurlijk. Dan is de lol er wel vanaf. Dus het heeft wel een paar jaar gedraaid, toch? Ja, hoor. Ja. Ik weet het, wij maakten ook wel posters en dat soort dingen. En, ik weet dat het in die tijd was vooral Ed en Gray. Ed en Gray, die waren helemaal in Harma en Harma, met z'n 4 eigenlijk. Ja, met z'n 4, klopt, met 4 man. Ja. Ja. Nee, dat blijft. Dat is altijd. Hij heeft misschien ook met dat genre films te maken. Het is toch, denk ik, te niche. Vaak wel. Ja, het zou best kunnen, hoor. Ja. Want er zijn natuurlijk fantastische filmhuisfilms. Ja. Die echt de moeite waard zijn om te bekijken. Want ja, het is toch een beleving. Bontheater, hetzelfde, de zaal. Wordt alleen door het Bontheater gebruikt? De school die zit er ook in. Oh ja, ja, wat doet die dan? Nou ja, die hebben ook theatergroepen waar ze mee werken. Cultuurlessen. Dan hebben we het over de dijk. En er zit echt... Die zitten daar eigenlijk door de week bijna elke dag in. Behalve vrijdag geloof ik, van 4 dagen. Met lessen. Oh? Ja. Ja, die hebben gewoon theaterlessen. En je hebt bijvoorbeeld die Dijkeravond. Dat is ook altijd een happening. Dat herinner ik wel van mijn eigen kinderen, dat ik daar geweest ben. En vergeet niet, er wordt ook gestemd in het Bontheater. Ja, ja. Stembureau. Ik ga altijd in het wapen dichterbij. Ja, ja, ja. Dan kom ik jou tegen toch altijd. Ja, ja, precies. Marianne. Dat is voor mij ook om de hoek. Ja. Ja. Ja, want we hebben natuurlijk nou wel eventjes een andere tijd weer te gaan met... Met de gemeente, die is nou natuurlijk helemaal eigenaar van alles. Voorheen was het Optisport die beheerder was. En dat is nu Sportbureau heet dat, hè, van de gemeente. Ja, zoiets. Ja. Sportbureau. Medemblik. Ja. Dus de gemeente is eigenaar en die heeft zelf dan een beheerder in de lijter. Oké. Maar dat heeft geen gevolgen voor jullie huur, denk ik. We moeten nu aan de gemeente betalen. Voorheen moeten we een Optisport betalen. Maar het betaalt wel hetzelfde. De locatiemanager van Optisport is nu ook gewoon de locatiemanager van de Muiter, zou ik maar zeggen. Die hebben ze, als het ware, die is nu in dienst van de gemeente. Ja, die hebben ze overgenomen. Ja. Dus wij houden eigenlijk hetzelfde contact. We houden eigenlijk dezelfde voorwaarden. Okay. Ja. Nou, nice. Zeker. Dat is wel goed. Ja. Nee, ja, goed.
Nou, jullie zitten daar op rozen. Ja, het is er heel aangenaam. Ja. Het is ook wel leuk om er gezellig na te zitten, dat na de voorstelling. Zeggen, ja. Ja, ja? Ja, precies. Maar hoe gaat dat erna zitten? Want, nou ja, we weet jij dat niet? We gaan eerst opruimen, hè? Dus, neem me even mee. We hebben gewoon een voorstellingsdag. Dat is misschien nog wel leuk om de revue te laten passeren. Neem me even mee, want je hebt al gezegd, we zijn er om 1 uur. Ja, ja, en dan gebeurt het. Nou, dan heb je de technische groep natuurlijk, zoals Stefan van Breukelen. Die gaat dan meteen. Die heeft ook een technische lijst gekregen van degene die daar komt optreden. En dus die gaat belichting doen en het geluid in orde maken en zo. En de meeste van ons die gaan helpen met stoelen neerzetten. En daarnaast worden alle kaartjes uitgeschreven. Dus mensen reserveren, maar ze krijgen wel een vaste plaats. Dus het is een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Worden de kaarten, dus de plaatsenbewijzen worden uitgeschreven. Okay. De kleedkamer wordt in orde gemaakt. En, en als de vlaggen worden klaargezet, opgehangen. Ja, 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 precies. Hey, en hoe laat komt gemiddeld, want de eerste techniek, hebben ze ook eigen techniek bij zich? Meestal wel, ja. De meeste hebben gewoon 1 technisch iemand mee en die vraagt dan ook een techniek iemand van het theater zelf. Ja, dat eisen ze min of meer. Ja, ja, dus daar hebben we dan... Staat ook contractueel vastgelegd, dat we een technicus leveren. Ja. 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 Dus we zijn heel blij met Stefan. Dat is wel, die heeft ook gewoon de opleiding gedaan, theatertechnicus. Ja. Dus dat is wel mooi. Ja, dan na de voorstelling wordt het andersom. Hè. Dan wordt het hele podium... we helpen allemaal mee. Alle spullen weer van het podium, alle requisieten en zo. De stoelen moeten weer opgeruimd worden. En de kleedkamer wordt weer leeggeruimd. En dan gaan we nog even gezellig wat drinken. En er zijn een aantal mensen die regelmatig theater bezoeken. Die blijven altijd lekker lang hangen. En dan... En andere mensen gaan meteen naar huis. Dan wordt het steeds gezelliger. Ja. Nou ja, kijk, die foyer is na de verbouwing zijn wij in de ruimte gekomen van Missing, de jongerenvereniging. En dat is een hele stap vooruit geweest voor ons. Ja. Alleen zaten we in de vrij smalle foyer bij de school. Ja. En nu hebben we een hele mooie ruimte waar het gewoon gezellig na zitten is. En dat doen er sommigen ook inderdaad tot het einde. Ja, ja, maar dat is logisch. Ja, het is nu echt een foyer. Voorheen was het eigenlijk meer de aula van de school. Hè? Ja, nu is het echt een soort van stadscafé, zoals het eerst werd genoemd. Ja, en die foyer wordt, want jullie zijn 1 keer. Hoe vaak is een voorstelling? 1 keer in de nu, elke 2 weken hebben we nu. Elke 2 weken? Ja. Ja, zo'n beetje. Ja. Wel, ja. Maar dan vanaf eind september tot ergens half april of zo. Ja, ja. Ja. Gewoon theaterseizoen. Oké, maar die foyer wordt natuurlijk ook door anderen dan gebruikt of helemaal niet? Nou, wel als er bijvoorbeeld, weet ik veel, zaalvoetbal of volleybalwedstrijden zijn of zo. Oh. Dan kunnen ze daar ook na zitten natuurlijk. Ja, het hoort wel echt bij de sportcomplex, precies. Ja, je kan Oké. Alleen dat is natuurlijk allemaal heel erg achteruit gegaan. Kijk, wij weten nog van vroeger dat de kantine bij de sport al helemaal vol zat. Ja. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus het is eigenlijk, dat weet ik wel van de locatiemanager, de Bondtheater is eigenlijk de meest... lucratieve business voor de accommodatie. Ja. Ja, inderdaad. Want wij gingen zaalvoetballen in de Muiter. En dan zaten de tribunes... Vrijdagavond was de volleybal. Dan ging je voor de gezelligheid gewoon naar de wedstrijd nog even heen. Ja, en dan ging je met Nico Hooiveld nog even een biertje bij hem. De badminton zit er nog in, maar het levert geloof ik... Ja, volleybal dan ook. 10 kopjes koffie bij de badminton, hoort Nick. Volleybal en nog wat voetbal natuurlijk. Ja. Maar er komt tegenwoordig niet zoveel mensen meer kijken. Dus ook... Ik heb wel eens gedacht, het moet eigenlijk een moment zijn dat iedereen gratis van de sportzaal of sporthal moet gebruik kunnen maken. Is het niet, denk ik. Hè? Nee. Ik weet gewoon wel dat de gemeente toen geëist heeft dat ze in ieder geval de sportverenigingen niet hele hoge tarieven gaan krijgen. Dat is wel een vereist geweest. Ja. Maar de nieuwe Muiter is er geloof ik ook al 18 jaar of zo. Ja, 18 jaar. 2006. Ja, klopt. Zoals hij nu is. Ja. We zijn natuurlijk met z'n 8 en hier zitten er maar 2. En we hebben er nog 6. Ja. Steven van Breukelen wel genoemd. Die hebben we natuurlijk wel genoemd. Hij wordt ook vaak wel ondersteund door Peter Huisman en door Jos Deen is onze penningmeester. Ja. Hij helpt ook wel met het opbouwen van de techniek. Ja. Dan hebben we Gisella Slabbekoren. Ja. En Elna Roosendaal is onze secretaris. En Mirjam Turksma, die is er als laatste bijgekomen, denk ik. Ja. En die is ook alle ondersteunend lid. Alles wat voorhanden komt. Ja. Algemeen. Ja.
Maar ja, die is ook muzikant. Die zit ook een beetje in het vak, toch? Een beetje. Ja. Of doet ze dat niet meer? Nou, niet meer in bands spelen. Dus wel geloof ik dat ze nog bij haar werk nog iets van musical doet of zo. Oké. Okay. Ja. Nou. Maar, nee, nou, die heeft heel veel opgetreden volgens mij. Ja, met dat Jan, bij Jan de Poel. Is trouwens, één ding zijn we nog vergeten op zo'n theaterdag. Wij zijn een van de weinige theaters die de artiest nog bloemen geven. Oh ja. dat zeggen de artiesten ook vaak. Krijgen we nog bloemen? Dan krijgen we nergens meer. Ja. En wij houden dat nog in stand. En dat vinden ze wel grappig. En die bloemen worden weer, en die worden gesponsord. Weer gesponsord door de gezusters. Door de gezusters Bosch. Ik weet natuurlijk wat er in het boekje staat. Ja, precies. Ja, en gelukkig zijn er nog meer sponsors. We gaan ze niet allemaal noemen. Maar we weten natuurlijk dat dat zo is. Een aantal bedrijven, ja, weet je, en ik ben wel bang dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt dat bedrijven toch die cultuur blijven sponsoren, omdat het anders niet meer te doen is. Ik maak me zorgen, hoor, over de toekomst met het huidige kabinet, of met het kabinet wat eraan zit te komen. Ja, er is al een kaalslag geweest natuurlijk, hè? Er is al een kaalslag geweest, hoor ik net. Ja, en de... Ja. Tarieven gaan omhoog natuurlijk. De B2-tarieven gaan naar 21%. 21% moet je daar ook weer rekening mee houden. Ja. Moet wel, iemand moet het betalen. En dat is dan uiteindelijk de mensen die het theater graag willen bezoeken. Ja. En als je het laagdrempelig wil houden, zou je eigenlijk zeggen, moet BTW vrij zijn? Of moet je eigenlijk dat? Ja, maar in plaats van dat gaat het allemaal om. Ja. Dat is eigenlijk helemaal, ik wil lachen. Gaat niet gebeuren. Het is eigenlijk schandalig. Ja, of moet je zelf een pretpark gaan noemen, hè? Pretpark Bontheater. Ja. Waar gaat dat heen? Ja. Maar goed, voorlopig ga ik ervan uit dat we met het Bontheater in de toekomst ook gewoon nog steeds het theater kunnen blijven bezoeken, ook in Medemblik. En dan gaan we het zoetje zo afsluiten, dan komt de muziek erin rollen. En dan vind ik het heel erg mooi geweest voor vandaag. Nou, het was leuk. Het was alweer gezellig en leuk. Peter, bedankt. Om met jullie te spreken. En we zijn vast dingen vergeten. Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Maar we moeten ook nog weer stof overhouden voor de toekomst. En lieve mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar dit leuke interview. En alles is terug te lezen in de You Medemblik. Ik zou zeggen... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!